Op de woonboulevard kan je allerlei grote prints kopen voor aan de muur, maar een eigen foto in het groot is natuurlijk veel leuker. Bij de Consumentenbond testen we fotoprints op groot formaat op verschillende materialen. Want naast canvas kan je je foto bijvoorbeeld ook laten afdrukken op een kunststofplaat, op diebond of achter plexiglas. Nou, hoe ziet dat eruit en voor welke type foto's is het geschikt? Bij een canvas wordt je foto afgedrukt op doek. En dat wordt om een frame gevouwen en vastgenieten aan de achterkant. Nou, dat de foto op de rand doorloopt, dat hoort natuurlijk bij het product. Maar je raakt er wel een deel van je foto door kwijt, dus daar moet je rekening mee houden. Dus als je van tevoren weet dat je een foto voor op een canvas maakt, dan moet je het kader wat groter nemen dan dat je normaal zou doen. Nou, bij sommige aanbieders kan je de rand trouwens ook onbedrukt laten. Canvassen zijn geschikt voor alle soorten foto's en ze komen in alle lichtomstandigheden goed tot hun recht. Maar als de inkt een klein beetje in het doek trekt, worden kleurvlakken mooi egaal en vallen foutjes in de foto minder op. En daarom is canvas een goede keuze voor beginnende fotografen en foto's die gemaakt zijn met compactcamera's. Wees wel voorzichtig met de hoekjes, want die zijn extra kwetsbaar. Aluminium diebondplaten bestaan uit twee dunne laagjes aluminium met daartussen een harde kunststofplaat van 3 mm. Het ziet er zwaar en degelijk uit en ook stoer. Het werkt het best om diebond in zacht licht op te hangen, want in direct licht wordt het licht te veel weerkaatst. Het stelt wat hogere eisen aan je foto, want de inkt die trekt niet in het materiaal zoals bij canvas. Dus ruis en onscherpte in je foto's vallen daardoor veel sterker op. Het is goed om te weten dat er niet echt aluminiumachtig uitziet, zoals je misschien zou verwachten van dit materiaal. Het is gewoon alsof je op een witte plaat print. Een aluminium uitstraling kan trouwens wel, want bij sommige aanbieders kun je ook op geborsteld aluminium laten afdrukken. En dat werkt vooral goed voor zwart-wit foto's. Als je een foto op kunststof of Forex bestelt, dan krijg je een schuimplaat van 5 of 10 mm dik. Nou, de dikkere platen zijn veel vormvaster en die zien er chiquer uit. Het materiaal is geschikt voor alle soorten foto's, maar ook hier weerkaatst het licht bij direct licht. En vooral donkere foto's hebben daar last van. De prints zijn mat en licht en zweven bij ophanging een klein stukje van de muur. Als je van shiny hoogglans houdt, dan is plexiglas misschien wel wat voor jou. De foto wordt aan de achterkant van het materiaal geprint. Wit wordt niet geprint en is dus transparant bij een aantal prints. Maar soms zit er ook een wit of een zwart extra beschermlaagje plastic aan de achterkant. Plexiglas of acrylglas geeft je foto een levendige, heldere en chique uitstraling. Het is zwaar, stevig en het spiegelt sterk. Dus gebruik het niet voor donkere foto's, want die vallen echt weg in de spiegelingen van het licht. Ook bij plexiglas vallen oneffenheden in de foto's sterk op. En daardoor is het materiaal alleen geschikt voor scherpe foto's met weinig ruis. Voor alle fotoprints geldt dat je de beste resultaten haalt met goed belichte scherpe foto's van een voldoende hoge resolutie. Maar daar red je het helaas niet overal mee, want uit onze test bleek dat op een flink aantal fotoprints storende strepen zaten van de printerkoppen. Nou, vooral in donkere foto's vallen die sterk op en zo'n print wil je gewoon niet aan de muur hangen. Maar gelukkig zie je op de best beoordeelde fotoprints geen strepen. Sommige aanbieders plakken fotopapier op of achter het materiaal en dat pakt goed uit voor de beeldkwaliteit, maar het is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. 3 panelleden bestelden bij alle verschillende aanbieders prints met een eigen foto erop. Vervolgens beoordeelden 3 fotografen de afdrukkwaliteit en er zaten echt grote verschillen tussen. Nou, wat je hier ziet zijn afdrukken op diebond. Het is allemaal dezelfde foto die afgedrukt is op dat specifieke materiaal. En wat ik aan het doen ben, ik ben de foto's aan het beoordelen op kleur, scherpte, helderheid, contrast. En, nou, wat je ziet is dat de verschillen best behoorlijk zijn. Er zitten wat lichtere exemplaren tussen en sommige zijn wat donkerder. De een is mat, de andere is glanzend en dat geeft toch net weer wat andere effecten in deze ruimte. Hoe het licht erop valt, het verschilt behoorlijk. We hebben ook de hechting van de inkt getest. Door een aantal kerfjes te maken in het materiaal en daar met tape het weer af te halen en kijken hoeveel er van de inkt blijft zitten. Bij de meeste prints gaat dat prima, maar bij sommige trek je echt de hele inkt van de plaat af. En die platen die zullen ook snel beschadigen bij normaal gebruik. Hoe bestel je zo'n fotoprint nou? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Je gaat naar de website van de aanbieder, je uploadt een foto en dan kies je materiaal en een formaat. Je rekent af met iDeal of creditcard en een paar dagen later wordt je print thuis afgeleverd of kan je hem afhalen in de winkel.
De levertijden verschillen voor middel van 3 tot 9 werkdagen, dus dat valt alles mee. Nou, wil je nou weten bij welke aanbieder je moet zijn voor welk materiaal? Lees dan de consumentengids van november 2012 of bekijk het gidsartikel op onze website.